Wat zijn de ervaringen van de werkgroep nou met het fietsen in de stad? Nou, laat ik vooropstellen, wij komen elkaar vandaag tegen en ik kom nu met mijn persoonlijke mening, want als werkgroep hebben we nog niet geëvalueerd, dat gaat nog komen. We hebben wel onderling contact regelmatig. Onze ervaring is dat het in grote lijnen goed verloopt. Je ziet dat mensen gaan inhouden op dat moment dat het druk wordt in de stad, dat ze zich aanpassen. Je hebt er altijd wat onverlaten bij die daar nog aan moeten wennen, dat is jammer, maar dat is ook een gewenningsperiode. Je ziet ook dat de mensen meer links en rechts gaan lopen als ze in de stad komen. En ik vind eigenlijk dat het op zichzelf erg goed gaat. Dus ja, persoonlijk ben ik erg tevreden. Ja. Nou ja, dan zie ik ook ouders met kleine kindertjes. Hè? Die kunnen nu niet meer over de straat heen crossen. Nee, dat is ook een kwestie van aanpassen wel. We zijn ook bezig om wat andere zaken te regelen dat kleine kinderen weer wat meer aan hun trekken komen. Er komt waarschijnlijk een speeltuintje, iets dergelijks in de binnenstad. Maar kinderen als die gewoon bij de ouders blijven lopen of links of rechts van de straat gaan lopen, dan is in principe voor de kinderen is er niet zoveel aan de hand. Dan gaat het heel goed. Maar het ligt ook een beetje aan het gedrag van de fietser. Dat moet ik ook wel duidelijk stellen. Want als je hard gaat fietsen, dan kun je wel één keer schrikken omdat er één keer een kind voor je fiets staat. En ik vind dat daar de fietser verantwoordelijk voor is. Ja, want de fietser is de gast, hè? Ja, het is een voetgangersgebied. Het blijft een voetgangersgebied. En de fietser wordt getolereerd. De fiets is toegestaan. Maar eigenlijk is de fietser te gast in dit gebied. Zo moet het zien. Ik heb toevallig vorige week een politieagent gesproken hier en heb gevraagd hoe hun ervaring was. En die had het erover dat ze eigenlijk nog geen echte calamiteiten tegengekomen zijn. Ik heb ook een stuk in de krant gelezen van iemand, een journalist die hier op het terras heeft gezeten bij het wetshuis. En wel wat dingen had gezien. Ja, maar je moet ook zien als een gewenning. En het is ook een proef. Dus we gaan ook kijken van waar liggen de knelpunten en hoe gaan we die knelpunten in de toekomst oplossen. Ja, zijn er al wat ervaringen van winkeliers? Ik hoor wat kritische noten. Ik hoor positieve noten. Maar ik zou je vertellen, van de week was ik in Grootstad Noord. En daar sprak ik twee winkeliers. En die hadden het erover dat er duidelijk meer passanten door de straat heen gingen. En die hadden het over 20-30%. En dat komt met name door de fiets. Dat ze er doorheen fietsen en dan even afstappen. En dat is ook een beetje de bedoeling. Dus op dat gebied zie ik positieve ontwikkelingen. En hoe zit het nou met scootmobielen en zo? Nou, de scootmobiel die mag hier rijden. Je ziet wel dat die mensen vaak een stand hebben dat ze toch wel vrij hard door de stad heen rijden. Maar dat was in het verleden ook zo. Van de haas, hè? Ze moeten op de schildpad. Ja, eigenlijk wel. Op schildpadje gaan. En lekker rustig door de stad gaan en genieten wat je allemaal ziet. Dat is het allerbeste voor de scootmobiel. Maar ja, je hebt nog ander gemotoriseerd verkeer. Ja, buiten de scootmobiel om. De scooter, de brommer, wat er allemaal is. De scootmobiel wel, maar de rest mag hier dus niet komen. Dat was al zo, dat blijft zo en er verandert niks aan. En daar gaat handhaving en politie gaat er streng op controleren.